Welkom bij Fit Channel. Ja, ik ga je laten zien wat een training nou inhoudt. Wat gaan we doen? We gaan 3 keer in de week 25 minuten trainen. En in zo'n training zijn het allemaal oefeningen die we doen met ons eigen lichaamsgewicht. Ik doe ze voor en jij doet mee. Probeer een aantal oefeningen. We beginnen bijvoorbeeld met lunges. Stap uit. 1 been. Stap uit. Andere been. De knie gaat richting de grond. En je voorste knie komt niet voorbij de teen van je voet. Dus die blijf je houden boven je enkel. Yes. Heel goede oefening voor je bovenbenen, voor je billen, voor je coördinatie. Deze houden we vol. Doe maar mee. Voel die bovenbeenspieren, voel die billen. Gaan we door in de squat. Dat is eigenlijk een kniebuigoefening. Je zet je voeten neer op heupbreedte. Schouders naar achteren, rug recht en je zakt in. Deze komt ook aan op je bovenbeenspieren, op je billen. Ja, die kunnen we uiteindelijk verzwaren door bijvoorbeeld een armstrekking erbij te doen. Het zijn allemaal variaties die we meenemen in het programma. Je zakt mooi diep in en let heel goed op je houding bij de squat. Oké, schudden we de benen een klein beetje los. Ja, dit zijn oefeningen voor de bovenbeenspieren, onder andere voor de billen, voor strakke spieren. En ook de grote spiergroepen. Dus die grote spiergroepen die gaan calorieën verbranden. Dan ga je vanaf vallen. Pakken we een matje erbij. Gaan we door. Naar de grond. Oké. Gaan we een sit-up doen. Gestrekte handen en benen. En die breng je naar elkaar toe. Eigenlijk een soort knipmes. Een V-sit-up. Je benen laat je rustig zakken. Met name je onderste buikspieren gebruik je hiervoor. In dit tempo hou je vast. Let op je houding, let op de uitvoering. Rustig en gecontroleerd. Nou, dat is een hele goede buikspieroefening. We gaan dan door in bijvoorbeeld een plank. Dat is een positie die je aanneemt op de grond. Je zet je ellebogen neer onder je schouders. Benen gestrekt, lichaam mooi recht. En dit hou je vast, deze positie. Je gaat merken dat je lichaam moe gaat worden, dat je een beetje gaat trillen en gaat bewegen. En dat is precies het trainingseffect wat je wil van zo'n oefening. Gaan we door naar de zijplank. Mooi gestrekt lichaam op 1 zijde. Heel goed voor de zijwaartse spieren aan de zijkant van je lichaam. Hè? Mooi voor die goede lijn. Nou, dit houden we vast, dat doen we natuurlijk ook aan de andere kant. Doen we 2 zijdes. Gaan we door naar de push-up. Ja, die kent iedereen waarschijnlijk wel. Push-up, vast. En als we hierboven vaststaan, gaan we door in de mountain climber, de bergbeklimmer. Die heet niet voor niks zo. Knieën richting de borst. Stop. Push-up. En verder. Mountain climber, knieën richting de borst. Hele goede oefening, niet alleen voor je borstspieren, je schouderspieren, maar dit met name ook voor je buikspieren. Oké. Vast. Push-up. Nou, dat was een setje die je kan doen op de grond. Een aantal grondoefeningen. We komen omhoog. Oefeningen zijn geweest. Gaan we door. En we sluiten af met onder andere een burpee. Wie kent hem niet? Je haat hem of je houdt van hem. Maar dit is de burpee. Naar achter gestrekt. Omhoog. Sprong. Je steunt op je handen. Naar achter gestrekt. Springt weer terug en omhoog. Oké. Dit doen we een aantal keer. Hou dit vast. Burpee. Ja, hier zijn ook allerlei variaties op te verzinnen. En die doen we allemaal tijdens de fit jam oefeningen. Oké, dit houden we vast. Heel goed. Nemen we een klein slokje drinken misschien in de rust of een goede teug adem. Gaan we door naar de laatste oefening die ik jou nog wil laten zien. We hebben er zoveel, maar ik eindig natuurlijk met de oefening die mij als schaatser aan het hart ligt. Gewoon een schaatssprong. Yes, we zakken in op 1 been. Springen naar het andere been. Je probeert balans te vinden. Dat wil zeggen, je houdt je navel op je knie, boven je teen. Dus je balanceert op 1 been. Hele goede oefening voor die billen, voor de zijkanten van je benen. En dan hebben we de burpee al gehad, waarmee je heel veel spiergroepen in je lichaam hebt gepakt. En dan eindigen we met deze schaatssprongen bijvoorbeeld. Doe maar mee. Links, rechts, links, rechts, links. En hoe dieper je inzakt, hoe zwaarder die wordt. Het is niet alleen een goede oefening voor je spieren, maar ook voor je coördinatie. Zo,
Dat waren een aantal oefeningen. En de coördinatie, ja, die gebeurt onder andere vanuit je hersenen via je zenuwstelsel richting je spieren. Dat is de aansturing van je spieren. Dus we trainen coördinatie, we trainen uithoudingsvermogen. Je hoort me al hijgen. We trainen kracht, lenigheid en al die facetten bij elkaar voor het trainingsprogramma van Fit Channel. 3 keer 25 minuten per week. Doe mee en jij wordt fit, je wordt gezonder en je gaat merken wat trainingen met jouw lichaam en met je geest gaan doen. Ze gaan een hele positieve benadering, een hele positieve manier van leven bewerkstelligen. Dat kan ik je verzekeren. Dus doe mee. Doe met mij mee. Ik motiveer je, ik hou je erbij en ik laat je zien hoe je moet doen en wat je moet doen, oké? Zie je bij Fit Channel.